iloveleiden.com krijgt een compleet vernieuwde website gemaakt door Kees Internetbureau. En ik ga vandaag op bezoek bij de makers om te vragen hoe dat in zijn werk gaat. Goedemorgen, Kees Internet. Bij Kees maken wij internetsites in 6 stappen. De eerste stap, dat is het functioneel ontwerp. Daarin gaan we bepalen hoe die website eruit moet gaan zien, wat die precies moet doen, hoe die functioneel in elkaar zit. Dat werken we uit in een prototype, wat al helemaal werkt, maar waar nog geen grafische vormgeving in zit. Als we het helemaal eens zijn over wat we gaan maken, gaan we kijken in stap 2 hoe het eruit moet gaan zien. Dat is het grafisch ontwerp. De volgende stap is de derde stap en dat is de fase van de content, inhoud. Teksten en beeldmateriaal moeten bij elkaar gezocht gaan worden. Dus jullie moeten teksten gaan schrijven, alle filmpjes klaar hebben voor op de website. Beeldmateriaal, we helpen je wel, maar het is jouw fase. Volgende fase, mag jij lekker gaan zitten, moeten wij aan de bak. Wij gaan bouwen, eerst HTML, PHP, lekker vaktaal, hoef jij je niet druk over te maken. De stap. Dat is de stap van het testen. Eerst testen wij zelf, want ja, in je eigen werk maak je fouten. Die zetten we recht. Dan mag jij testen. Dan zitten er geheid nog dingen in. Die zetten we weer recht. En dan gaan we naar de volgende stap. Dan komt stap 6. Wat is dan stap 6? Stap 6 is dat we helemaal klaar zijn. Zo gezegd, klaar is Kees. Maar daar zijn jullie met Isle of Leiden nog lang. Nee, daar moeten we nog even geduld voor hebben.